ochtends om 7 uur bij mij thuis. Om 7 uur 53 de trein te nemen naar Kunshan. En ik kom dan ongeveer om 8:45 aan op het bedrijf in Suzhou. Het bedrijf dat is Concordia Textiles. Concordia maakt werk- en beschermkledij, zeildoeken, tenten, sportmode, kortom alles waar synthetische weefsels in zitten. We zijn in 2003 naar China gekomen om in feite grondstoffen aan te kopen. Dat zijn de garens, rugdoek en chemicaliën. Om die hier aan te kopen, te verschepen naar Europa, om verder af te werken in onze fabriek in Wageningen. Maar al gauw is Concordia ook beginnen produceren in China. Het bedrijf is zijn grote klanten uit de sportmode van Europa naar hier gevolgd. Dat wil zeggen, ze hebben productie in China en ze hebben productie in Europa. De massaproductie wordt gedaan in Azië. En de reassort, de korte termijnleveringen vanuit Europa. En zij willen in feite net hetzelfde product, zowel in China als in Europa, voor producties wereldwijd. Intussen heeft de aanwezigheid in China het bedrijf nieuwe klanten opgeleverd, dankzij de groei van de interne markt en de opkomende Chinese kledingmerken. Die Chinese merken willen zich niet voordoen als goedkope Chinese merken. Ze willen echt prestigieuze merken worden en zich kunnen vergelijken met Europese merken, slash eigenlijk beter zijn dan Europese merken. Dus zij zoeken echt naar kwaliteits, goede leverancier, betrouwbare leveranciers. Suzhou Industrial Park herbergt nog een andere Vlaamse KMO, Vinke Energietechniek. Het familiebedrijf heeft productievestigingen in Harelbeke en Tsjechië en sinds een tweetal jaar ook hier. We hebben een sterke groei gekend, hadden dus ook de productiecapaciteit nodig. Ten tweede, China heeft een enorm groeipotentieel in onze sector. In die zin dat in 2006 een wet gestemd geweest is in China dat 15% van zijn energie via hernieuwbare bronnen opgewekt diende te worden. Dus windenergie, zonne-energie, maar ook onze sector dus, via biomassa. Vinke maakt energiecentrales die afval verbranden. Van de verbrandingsovens die hier geproduceerd worden, is een derde bestemd voor de lokale markt. Een van die Chinese klanten is Dare Global, een producent van spaanplaat en MDF. Hun houtafval wordt in een oven van Vinke omgezet in elektriciteit en warmte. Vlaamse technologie verkopen aan Chinese bedrijven? Dat is naar verluid een kwestie van enkele sterke referenties hebben en vooal van contact te leggen. 50%, 60% van de bedrijven in China zijn nog steeds overheidsbedrijven. Dus is het duidelijk dat je die overheden lokaal of provinciaal of centraal in Beijing moet kennis geven van waar het over gaat bij Vinke. Vinke speelt daarbij handig in op de sociale spanningen tussen de rijke kustgebieden en de armere landbouwgebieden in het binnenland. Als er bijvoorbeeld geïnvesteerd wordt in een Vinke energiecentrale, dan moet die gevoed worden met afval. Afval die bij de boeren zit. En dat kan een extra inkomen betekenen voor die boeren. Het is berekend dat met die 400, 500 energiecentrales die moeten gebouwd worden in China op biomassa, dat het inkomen van een boer met 5-10% kan verhoogd worden. Opportuniteiten genoeg dus voor Vlaamse ondernemers. Maar hoe begin je nu aan zo'n Chinees avontuur? Waar moet je op letten en waarin verschilt de Chinese van de Europese bedrijfscultuur? Dat ziet u morgen in de derde aflevering van Handelsroute China.